Beste jongelui, ik vind het heel erg jammer dat ik er niet bij ben. Ik had er graag bij willen zijn bij de start van jullie geweldige actie. En ook het nieuwe wat jullie aan het bedenken zijn. Wat kun je doen om een goed doel te helpen? Jongens, doe gewoon wat je hart je ingeeft. Kijk, wat vind je geweldig? En er is altijd wat te doen. Zonder dat je er geld mee hoeft te verdienen. Je moet gewoon in je leven dingen doen waar je geen geld mee verdient. Gewoon met je hart. Als je vrijwilligerswerk doet, dan hoeft het niet eens altijd geld op te leveren. Bedenk iets creatiefs. Maak lekkere appelbollen of met de kerstbak, bak, kerstkrantjes of snert. Je kunt van alles doen. Maak niks uit. Ga het verkopen. Maar dan heb je er ook voor gewerkt. Langs de deur gaan met je hand op te houden, dat is het gemakkelijkste. Maar dan ben je er niet echt met je hart bij betrokken. En als jij een goed verhaal hebt naar de mensen en dat ze voelen dat je erin gelooft, en dat je het niet doet om zoveel mogelijk geld bij hun uit de zak te kloppen, maar ze mede verantwoordelijk maken voor het project: dat ze mede verantwoordelijk worden voor het kind of voor het dier, dan gaat het pas goed. En dan gaan ze je ook wel wat geven of ondersteunen. Ga ervoor, vechten voor. Zoek een heel goed doel uit en ga ervoor op pad. Ga wat gezelligs doen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie eruit halen. En het, het geld wat het opbrengt is niet eens het belangrijkste, maar dat je met je hoofd erbij bent wat er moet gebeuren in de wereld. En daar kunnen jullie heel klein mee beginnen.